Wist je dat beschadigde bodem leidt tot een tekort aan land? Dit verdient dus aandacht en zorg. We bezoeken Oceado, die een advies geeft over bodemverontreiniging en bodemherstel. En samenwerkingen aangaat om bodemzorg te verankeren in het bouwproces. Bodemzorg is nodig in België om verontreiniging aan te pakken, maar bodemzorg gaat veel verder dan dat. Het gaat ook over uitdagingen rond vergroening van stedelijke context bijvoorbeeld, om onze woonomgeving, werkomgeving leefbaar en klimaatbestendig te houden. Oceado is een bedrijf dat bodemuitdagingen en bodemkansen doorgrondt, vooral voor terreinen in een bebouwde context, bouwgronden, bedrijfszittes, publiek domein. En Oceado werkt ervoor samen met een breed scala van actoren die op die terreinen actief is. Dat kan gaan van overheden, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, maar ook studiebureaus. Er zijn verschillende niveaus waarop Oceado met haar klanten aan de slag kan gaan. We noemen het zelf de ODO5-aanpak. Onderzoeken en doorgronden. Daarbij doen we eigenlijk een ontwerpend onderzoek waarbij risico's en opportuniteiten met elkaar worden afgewogen. Oplossingen en doordenken, daar gaan we op zoek naar oplossingen voor problemen of vragen. En dat altijd vanuit een brede blik, niet alleen technisch, maar ook juridisch, operationeel, strategisch, financieel. Ondersteunen en doorlopen gaat eigenlijk over het begeleiden van het stappenplan dat ik zelf adviseerde. Ontzorgen en doorverwijzen, daarbij ga ik eigenlijk samen met andere experten aan de slag om de uitvoerende fase in handen te nemen wanneer de klant dat wenst. En tot slot is er opleiden en doorgeven om meer bewustwording en kennis over bodemherstel en bodemverontreiniging te creëren.